Richard, je was uh, vrij afgelopen vrijdag. Uh, zit jij dan uh, naar het uh, Schakelkanaal te kijken? Heb je vervroegd uh, Sinterklaas uh, gevierd? Wat, uh, wat heb je gedaan? Uh, nou, ik heb geen Schakelkanaal gekeken. Maar ik heb wel die. Uh, ja, op zo'n app uh, krijg je dan zo'n melding. Weet je wel als er gescoord wordt of zo. En dan zet ik bij een paar wedstrijden zet ik die wel aan. Het was een interessante avond, vond je dat ook? Ja, een verrassende avond als je de uitslagen bekijkt. En. Uh, ja, dat, dat is tekenend voor, uh, voor de eerste divisie. En. Uh, ja, aan ons is het om, om daar, van, daarvan te profiteren. Eigenlijk is het toch te bizar voor woorden dat jullie vorige week nog alle moeite hebben met ons 1-0 van verliezen. En dan gaan ze zelf met uh, 5-0 onderuit thuis. Ja, precies wat je zegt. Kijk, uh, elke wedstrijd is, is anders. En vooral in deze divisie. Uh, iedereen die wint van, uh, van elkaar en iedereen die verliest van elkaar. Dus uh, de, de verschillen zijn heel klein. En dan, ja, dan, kan je, dan zie je dat er uh, zo'n uitslagen kunnen komen. Ja feit is wel dat jullie na die gekke vrijdagavond nog steeds de koploper zijn in de keukenkampioen-divisie. Is dat dan iets wat uh, nog een beetje leeft of interesseert jullie dat echt helemaal niks? Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat erom dat we over een aantal maanden daar staan. En, uh, ja, op dit moment heb ik daar, ja, echt, ik daar weinig waarde aan. Ja. Die wedstrijd hè, tegen Os, uh, zit dat nog een beetje na? Want het was een hele lastige wedstrijd voor jullie waarbij... Ja, eigenlijk toch wel tot de conclusie komen dat jullie heel erg moeilijk moeite hebben om ja, het spel te maken tegen teams die zich heel erg ingraven de laatste weken daar zijn jullie mee bezig geweest. Wat is het antwoord erop? Wat, wat moeten jullie gaan doen ja, om, om misschien die voorspelbaarheid eruit te krijgen? Nou, uh, PSV die, uh, of Jong PSV die gaat dat natuurlijk. Uh, die, gaan het niet doen. die gaat dat helemaal niet doen. Dus uh, uh, ja, we hebben daar beelden over bekeken en, en uh, gekeken wat beter moet. En uh, 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 wat er wel goed ging. Want, uh, niet alles ging fout uh, uh, in die wedstrijd. En uh, ja, aanstaande maandag wordt weer een andere wedstrijd. Dus ja, het is een hele andere situatie, een hele andere setting. En uh, ja, dat, uh, volkomen anders gewoon die wedstrijd. Ja. Maar toch, misschien even over die wedstrijd heen kijken. De trainer zegt namelijk ook wel erg aan het puzzelen. Aan het kijken van wat we daaraan gaan doen. Want ook in fases tegen jong PSV zul je misschien het, zelf het, het, het spel moeten maken dat zij wel terugzakken. Hoe, 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 hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om? Je probeert gewoon altijd de vrije man, of, de vrije man te zoeken en een 3 tegen 2 situatie te creëren of een 2 tegen 1 situatie. En uh, vanuit daar uh, kan het spelletje eigenlijk beginnen en uh, uh, met een voorzet of een, uh, een persoon tussen de linies die uh, vrij kan komen en ingespeeld uh, wordt. En die opendraait en een, iemand anders wegsteekt als het ware. Dus ja, er zijn een aantal verschillende manieren om, uh, om, die, de, om, om die te bespelen eigenlijk. Yeah. En als jouw rol erin, jij hebt natuurlijk veel diepgang. Hè? Jij, jij, jij kan daar natuurlijk ook veel in betekenen. Ja, ja, zoals je zegt, ik heb wel veel diepgang. Ik moet wel mijn momenten zeg maar, leren te herkennen dat ik wel ga en dat ik, dat ik toch moet afhaken om, om een soort van restverdediging goed, goed neer te zetten samen met Stans. En uh, ja, het is echt momenten kiezen. En uh, daar ben ik druk mee bezig om dat echt te leren, te leren herkennen. Want, uh, ja, daar heb ik soms nog wel eens moeite mee. Ja. Uh, je hebt al tien wedstrijden niet meer gescoord. Is dat iets wat uh, aan je knaagt? Tien wedstrijden, ja. Nee. Ik vond het wel lekker met vijf uh, doelpunten ja, ja, in die eerste paar wedstrijden. Ja, nee, dat klopt. Uh, maar dat jij zegt tien wedstrijden, dat wist ik niet eens. En, uh, ja, het is altijd leuk als je scoort. Maar het is niet voor mij uh, de nummer één prioriteit. Uh, dus. Uh, ja, het knaagt niet aan me, maar natuurlijk ja, wil je graag een goaltje maken. Dat, dat natuurlijk altijd wel. Maar ik heb liever dat we winnen dan, dan dat ik score en we spelen gelijk. Dus. Dan is het vanmorgen, je zei al: van ja, Jong PSV gaat zich niet uh, ingraven. Dat, uh, dat het sowieso niet. Ze dus willen ongetwijfeld het spel maken. Ze hebben ook Sparta nog uh, lastig gemaakt. Uh, wat, wat, wat verwacht jij uh, van jullie uh, ploeg morgenavond? Ja, ik vocht uh, uh, precies uh, wat we altijd doen. En uh, dat is uh, verzorgd voetbal proberen te spelen. En met uh, veel uh, lopende mensen. En uh, ja, een goed positiespel. En vanuit daaruit kansen creëren. Dus dat is uh, niet anders dan andere wedstrijden voor mij. Leuk helpen, maandagavond voetballen. Ja, nou, ik speel liever op de vrijdag, moet ik zeggen.